Jullie, ik zal nog een plaatje hebben van Ian, van de Verhuur en van de Stout Angels. Die kun je tegen dubbele plaatjes draaien van mij. Ik heb gisteren een boek van Ian gekregen. En ik ga sparen voor een heel boek vol met plaatjes van Ian. In mijn radio-item, ruilen is voor jou te laat. Ik wil wel een applausje voor Ian. Applausje voor Toren. En dan terug Tom. En dan zwaait hij, kijk. Dag Tom. Mario. Mario. Ja, dat komt vanzelf hoor. Mario. Mario. We zijn hier heel stiekem aan het wachten. Totdat we gebeld worden, want Ine van de Bigelaar die krijgt een lintje. En dit is haar familie en vrienden. Kijk. Ik denk een minuutje of twee en dan gaat het gebeuren. Welkom op het Denver weekend. Het derde weekend van oktober. Heel de wereld maakt contact met elkaar. En dat gaan wij ook doen. En contact is mij betreft ook heel essentieel. Want als je contact maakt, krijg je energie. Dan krijg je positieve krachten van. Je hebt positieve energie. We hebben het genoegen om de heer Peter van der Wiel, wethouder gemeente Boksel en lokaal burgemeester vandaag te ontvangen. En Peter wil heel graag ook een woord tot ons zeggen. Meneer Van der Wiel, mag ik u uitnodigen om een woord tot ons te zeggen? Peter van der Wiel, lokaal burgemeester van Boksel. Namens het college van burgemeester en wethouders in Boksel, welkom, dames en heren, welkom. Jongens en meisjes, en vandaag kom ik hier eigenlijk met een speciale missie. En van de ene kant voor u allemaal, maar eigenlijk toch wel heel speciaal voor één persoon. En die ene persoon, dat is Ine van den Bigelaar. Ik vroeg je, je bent een rasechte vrijwilligster. 25 jaar ben jij actief voor de scouting hier in Boksel. Dat is al een hele lange tijd en tijd is niet het belangrijkste, maar het gaat natuurlijk in eerste instantie om jouw inzet, om jouw betrokkenheid bij alles wat hier gebeurt en dat is bij jou meer dan goed verzorgd. Je gaat altijd voor de 100% voor datgene wat je, welke taak je op je genomen hebt. En al die inzet van jou voor die afgelopen 25 jaar is niet onopgemerkt gebleven. Nu ben je hier samen met je man Ger. En dat komt omdat het college een koninklijk besluit gekregen heeft. En ik ga het even formeel zeggen met nummer 20150015126. En in dat koninklijk besluit zijn al jouw verdiensten hier voor de Bokselse gemeenschap en heel specifiek voor Scouting Boksel opgenomen. Ine, je was van 92 tot 95 was je staflid bij de gidsen van Scouting Boksel en bij Rosa van Lima, teamleider van de Scout Angels. In 1995 heb je heel veel energie gestoken in het opzetten van een groep scouts met een beperking. Deze groep is in 1995 opgestart en inmiddels ben je al 20 jaar teamleidster van deze groep. Je bent er echt alle zaterdagen als de groep bij elkaar komt. Je bent de eerste verantwoordelijke voor de leden. Je onderhoudt de contacten met de ouders. Je onderhoudt de contacten met de zorginstellingen. Je zorgt voor hen tijdens het zomerkamp. En dat zijn een paar voorbeelden van al het werk dat je daarvoor doet, want er is natuurlijk nog veel meer. Samen met de overige stafleden van het team organiseer je alle activiteiten voor deze club met name. Sinds september 2002 is Scouting Rosa Lima gefuseerd met vier andere scoutinggroepen in Boksel en verder gegaan als Scouting Boksel. Kortom, als ik deze hele lijst opnoem, en dit is nog niet alles, kan ik jullie verzekeren, jongens en meisjes en dames en heren. Maar als ik al deze dingen opnoem, dan zult u begrijpen dat Ine een duizendpoot is, maar dat wisten jullie natuurlijk allemaal al. Een hele belangrijke spin in het web van de scouting hier. En het is dan ook, Ine en Ger, niet vreemd dat het Zijne Majesteit van de Koning heeft behaagd
om jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.